Mijn start was gewoon heel goed. Ik kwam bij de eerste mee, de eerste doortocht eigenlijk. De eerste bocht die we aansneden, was ik mee van voor. We reden aan de Mantrail over en ja, dan is het ieder voor zich. Hè. We stonden op ongeveer een viertal kilometer na de start. En daar kwam hij vrij goed, op een vrij goede positie kwam hij daar voorbij. Hij heeft de hele wedstrijd lang gedomineerd. En er was eigenlijk niets aan te doen. Er was niets dat hij eigenlijk kon tegenhouden om die trui te halen, behalve materiaalpech. Maar ik was zegenzeker en dan komen we hier aan de laatste afdaling, zoals je ziet, redelijk spectaculair naar beneden. Tot het plots hier beneden gebeurt. Hè. Ik slaag hier mijn stuurslag door mijn handen, ik ga naar de kop. En is blijkbaar met zijn broek achter zijn zadel blijven hangen. Met ja, noodlottige gevolg. De scheur. Ja. Dat is die kapotte broek. Ze is afgescheurd helemaal en alles kwam eruit. Hè. De scheur was zo groot dat natuurlijk alles zichtbaar was. Zijn edele delen en zijn penis en zo, ja. Zijn mannelijkheid hing uit zijn broek. Ik denk niet dat hij daaraan gedacht heeft op die moment van oei, moet dat hier beginnen op te rollen of een knoop inleggen. Ik denk niet dat hij daaraan gedacht heeft om dat te beginnen te doen. Hij is ook niet van de verlegenste, dus... Okay, ja. Het blijft Belgisch kampioenschap, hè. Op het moment dat hij ons passeerde met de scheur, vroegen we ons al af hoe dat het zou zijn op de meet. Want het is traditie als je iets wint dat je hand in de lucht steekt. En dan had hij niets meer om de scheur en ja, te verbergen wat eigenlijk verborgen zou moeten blijven. Nico Bergmans, op een winnaar categorie Master. Ik denk dat voor elke wielrenner dat de reflex is dat het door je hoofd speelt van toch, je steekt je handen omhoog, maar ja, je pummel hangt daar al heel gans alleen en dan doe je toch maar rap je handen naar beneden, het speelt door je hoofd om toch maar iets te verdoezelen of te verbergen. En zo is, word ik dan Belgisch kampioen. Ja, natuurlijk werden er grapjes van gemaakt, hè. Maar ja, je kunt niks anders doen. Ik had in mijn rugzak handschoenen zitten en een nieuwe helm. Maar ja, een broek, daar had ik nu wel niet aan gedacht om die mee te nemen. Dus... Ja, de grapjes gaan natuurlijk nog lang blijven duren.